echt leuk. Hij ging gewoon opeens. Het ruikt ook een beetje naar whisky. Kan dat? Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Lotte, het is vandaag maandag. Ik dacht ik begin de vlog weer een keertje gewoon op tijd op maandag. En zoals je kunt zien zit ik in de auto. Mijn vriend en ik reden net vanaf zijn huis naar mijn huis. Ik was het afgelopen weekend bij mijn vriend thuis. En ik ga zo meteen mijn nagels laten doen. Super veel zin in, want mijn nagels zien er echt niet uit. Dit is hoe mijn nagels er nu uitzien. Dus ja, er is niks afgebroken of zo. Maar ik heb gewoon mega uitgroei. En dat is ook logisch na dit aantal weken. Hoog tijd voor nieuwe nagels. Ik laat ze sinds een tijdje doen bij Victoria van Victoria's Beauty & Nails. Het is een nagelsalon in Maarsen of Utrecht. Ja, het adres zegt dat het Utrecht is, maar voor mijn gevoel is het toch echt in Maarsen. Echt een hele leuke, lieve vrouw. Ik heb daar laatst ook een keer een pedicure gedaan. Dat was dan bij haar collega Lauren. Is ook echt een super lieve, leuke chick. En zij runnen de salon dus met z'n tweeën. En ik ben altijd heel erg tevreden met hun werk. Dus ja, ik ben benieuwd waar we vandaag voor gaan. Nieuwe nagels. Kan ik weer eventjes mee vooruit. Ik ben er zo blij mee. Oh. Ja, Victoria heeft echt weer fantastisch werk verricht. Ik zoek altijd van tevoren een paar plaatjes op van nagels die ik er dan mooi uit vind zien. En dan laat ik het aan haar zien. En dan beslissen we een beetje samen voor welke look we gaan. En dan geeft zij er ook haar eigen touch aan. En ja, ik ben weer helemaal tevreden ermee. We zijn ook voor een andere vorm gegaan dit keer. De vorige paar keren ben ik voor een wat meer vierkante nagel gegaan. En nu zei ik van nou, ik wil eigenlijk wel een keertje een wat rondere shape, een wat rondere vorm. Dus dat hebben we gedaan en ik ben er echt heel erg blij mee. Ik denk dat dit mijn favorieten zijn tot nu toe. Mijn favoriete nagels. Zo zien ze eruit. Lila met neongroen en weer van die swirls erin. Dat vind ik gewoon echt een super leuke stijl, want het is nog best wel nude. Er zit natuurlijk ook gewoon een nude kleur in. Maar ook wel echt funky, zoals Victoria zei. Het is ook altijd zo gezellig daar in de salon. Ik wil er eigenlijk nooit weg. Maar goed, ik heb alweer een nieuwe afspraak gemaakt ook. Ze doen in de salon trouwens ook tanden bleken, wenkbrauwen bijwerken en tinten, lash lift. Nou, van alles doen ze in de salon. Ook dus pedicures. Dus mocht je nog op zoek zijn naar zo'n soort salon, dan kan ik deze in ieder geval van harte aanbevelen. En we hadden het zo over het feit dat ik influencer ben en zo. Want ja, je praat natuurlijk ook, je leert elkaar dan goed kennen als je elke 3 à 4 weken daar ongeveer een uurtje zit. Dus ja, we hadden het laatst ook zo over mijn werk. En nou, ze waren allebei meteen helemaal enthousiast. En toen hebben we dus afgesproken dat als je een afspraak boekt op hun site en je zegt dat je via mij komt. Dus je zet er gewoon bij, ik kom via Lotte of gewoon Lotte in hoofdletters. Of als je bij de salon bent en je moet afrekenen en je noemt dat je via mij komt. Dat je dan 10% korting krijgt op elke behandeling. Dus dat is misschien wel heel erg leuk en aantrekkelijk voor jullie. Gewoon zeggen dat je via mij komt en dan krijg je 10% korting. Yay! Nou, ik ga gauw weer even terug naar huis. Daar zit mijn vriend nu met Bolly en Lilo. En dan rijden we weer naar zijn huis toe straks. Want vanavond gaan we naar de Tilburgse kermis. Ik ben daar nog nooit geweest en ik ben dol op kermis. Zoals jullie wellicht wel weten. Dus ik heb er helemaal zin in. Maar ik moet me dan wel eerst even omkleden, denk ik. Want inmiddels is het zonnetje weg en waait het best wel hard. Dus ja. Oké, aan de bak. Sabes, ese es tu poder.
eerste kermis geweest. Maar ik vond het echt ontzettend leuk. Ik ben sowieso mega kermisliefhebber. Fanaat ook wel. Maar er stonden een paar attracties die ik eigenlijk nog nooit had gezien. Dus dat is sowieso altijd heel erg tof. En mijn vriend en ik waren trouwens met twee vrienden van ons. Dus de jongeman die je naast mij zag zitten was trouwens niet mijn vriend. Dan weten jullie dat. Wij gingen samen in een attractie die heet Toxic. Nou, en die is echt gewoon zo lijp. Ik ben nog nooit in zo'n toffe kermisattractie geweest. Hij ging echt all over the place, zeg maar. Hij draaide heel hard rond. Ja, jullie hebben het kunnen zien. En hij ging over de kop. Een beetje zoals de breakdance. Maar dan ook over de kop. En dus nog wilder. Nog lijper. Het was echt super, super tof. Dus wij kwamen er allebei helemaal hyped uit. Van, wow, dat was echt vet, man. Dat was echt leuk. We zijn dus ook in die hele, hele hoge, hoe noem je dat? Zo'n ronddraaiding waar je super mooi uitzicht hebt over de hele stad. En waar je dan zo'n vrije val naar beneden maakt. Gaaf, jongen. Het was zo mooi omdat het al een beetje donker aan het worden was. Nou ja, het was eigenlijk al wel donker. Dus we hadden heel mooi uitzicht over alle lichtjes van de kermis. Maar ook gewoon over Tilburg aan zich. En we waren allebei een beetje zenuwachtig. Ik durf eigenlijk altijd wel overal in. Maar dit was zo hoog voor gewoon een kermis. Volgens mij was het 50 meter hoog of zo. Of 80 zelfs. Ik weet het niet. In ieder geval echt idioot hoog. Je staat dan natuurlijk in de rij en de ronde voor ons, daar gingen ze dus aftellen van 10 naar 0. En dan gingen ze dus niet bij 0, maar gingen ze nog een keer aftellen en toen gingen ze bij 7 opeens. Weet je, dat is echt zo'n verrassingselement dat je niet weet wanneer de vrije val komt. Dus wij gingen ervan uit dat hij bij ons ook ging aftellen. Je draait dan eerst een rondje zodat je de hele stad kunt bekijken en zo. Dus wij zo, oh ja, is echt tof, man. Ja, wanneer gaat hij nou aftellen? Ja, is echt tof, man. En dan op een gegeven moment gaan die stoeltjes zo, die worden dan zo naar voren gekanteld. Nou, toen begon ik al een beetje te gillen, want ik dacht, wow, als nu die beugel loslaat, dan val je gewoon meteen naar voren toe. Dus je hing echt zo in die beugels. Met je benen natuurlijk ook los en zo. Super tof. En ik zo, wow, dit is best wel een beetje spannend. En ik had mijn zin nog niet afgemaakt. Hij ging dus niet aftellen of zo. En toen kwam dus dat moment van die vrije val. Dus ik echt zo, wow, dit is echt spannend. Ja, dat is echt heel leuk. We hebben ook meteen afgesproken dat we volgende week samen naar de Efteling gaan. Helemaal zin in. Echt, oh, ik hou echt zo van attractieparken en kermis en zo. Dan ben ik echt net een kind. Het kan me niet hoog genoeg zijn. Het kan me niet wild genoeg zijn. Ik ben er dol. Anyway, dat was dus de Tilburgse kermis. Superleuk. Nu ben ik weer onderweg. Ik ga namelijk nu eventjes weer terug naar Utrecht. Ik heb een afspraak bij de huidtherapeut, bij Medi Skincare. Medi Skincare heeft meerdere locaties in Nederland. Ik ga altijd naar De Bilt. Ja, zij hebben mij echt van mijn slechte huid afgeholpen. Toen ik stopte met De Bilt werd mijn huid echt best wel heel erg slecht. Veel acne, maar ook heel veel acne-littekentjes. Ja, het was gewoon echt opeens, helemaal vooral hier en in mijn nek en zo. Het was echt niet fijn, een paar maanden lang. En Medi Skincare heeft mij daar echt heel erg vanaf geholpen. Dus de behandelingen die ik daar heb gekregen, maar ook de producten die ik bij Medi Skincare meekreeg, die hebben er echt voor gezorgd dat mijn huid er nu weer zo uitziet zoals die er nu uitziet. Ik heb nu toevallig weer één puistje. Dat is een hormonaal dingetje. Maar verder, ja, is mijn huid echt zo ontzettend opgeknapt. En één keer in de zoveel maanden ga ik nog eventjes terug. De vorige keer hebben we een laserbehandeling gedaan. Dat is dan om die paarse littekentjes, waar ik nog een heel klein restantje van had, hebben we die weggelaserd. Nou, dat heeft echt super goed geholpen. Want ik heb nu echt, nou, ik denk 3 vlekjes of zo. En that's it. Terwijl ik zat echt helemaal onder de paarse vlekjes. Maar ik ben ook al een paar keer terug geweest voor gewoon eventjes een onderhoudsbeurt. Dus een peeling met bijvoorbeeld glycolzuur. Dus ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat we vandaag gaan doen. Ik laat het altijd maar gewoon bij Christa, bij de huidtherapeut. En als zij zegt van, joh, ik denk dat je huid op dit moment het meeste baat heeft bij een glycolzuurpeeling, dan doen we dat. En als zij zegt, nou, ik denk dat je nog wel een laserbehandelingetje kunt gebruiken, dan doen we dat. Ik vertrouw haar volledig. Dus we gaan het zien. Goedemiddag, vandaag doen we weer een behandeling bij Lotte. Wat we vandaag gaan doen is de huid weer reinigen. Gaan we alle mee-eters weer weghalen. En een peeling om de huidbarrière weer te versterken. Ja, retinol, hè? Vandaag gaan we retinol doen. Kan je het verschil uitleggen tussen die twee? Retinol werkt nog iets meer op de anti-aging zelf. En je ziet nog heel paar kleine plekjes eigenlijk zichtbaar waar een beetje
ja, bruine plekjes, maar dat valt reuze mee. Ja. Dus dat versterkt ook weer dat dat sneller weggaat en het remt de talgproductie af. Ja, nou dat is fijn. Ja, je krijgt weer mooi stralende huid. Woehoe. Laser is dus niet nodig vandaag, dus dat is fijn. Dat is interessant. Ja, ik denk dat niemand blij wordt van hoe jij mijn puistjes en meeeters uitkneedt. Je hebt weer zo'n talgpropje. Ja, nou, sommige mensen vinden dat fijn om naar te kijken natuurlijk. Maar... Ja, we gaan nu de peeling erop doen. Eerst de voorpeeling? Ja. Met glycolzuur. Oké, en wat houdt een voorpeeling precies in? Dan worden de dode huidcellen al een klein beetje weggehaald. Mm-hmm. En vervolgens kan de peeling weer dieper doordringen. Dus deze masseren we eigenlijk in, halen we er straks weer af. Ja, deze hoeft niet zo lang in te trekken, toch? Of is dat juist de peeling die niet zo lang hoeft? Beide niet. Oh. Hangt van je huidreactie af. Valt mee. Vind je dat mijn huid er qua rimpeltjes er zo slechter uitziet? Nee. Eerlijk zeggen, hè? Valt er ooit mee, hoor. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, je bent wel 25 jaar voorbij, dus... ja, vanaf hier vanaf we nu. Nee, maar daar helpt deze peelings ook weer voor, hè? Ja, dat is fijn. Wat is nou echt de tip tegen huidveroudering? De tip? Uit de zon blijven, denk ik. Zonnebrandcrème is het beste anti-aging crème eigenlijk. Ja. Dat is het beste. Je huid elke dag schoonmaken. Ja, het liefst 's avonds en 's ochtends of is één 's avonds keer 's avonds is het meest belangrijkste. Ja. Ja. Hydrateren heel goed. En vitamine C en retinol. Oh ja. Glycolzuur crèmes, maar niet alles in één keer tegelijk hoor. Het is niet van hoe meer hoe beter. Maar je hebt ook niacinamide? Ja. Is dat? Dat is meer voor ontstekingen. Ah, oké. En roodheid. Ja, dus dat werkt niet per se anti-aging. Nee. Okay. Wel lichtelijk, maar. Dus vooral retinol en vitamine C. Ja, en glycolzuur. Ja, en glycolzuur. Oké. Voorhoofd eerst. Ja. Hij is mooi geel. Moet ik mijn ogen dicht? Nee, het komt goed zo. Ik vind het altijd wel fijn omdat je echt voelt dat het iets doet meteen. Ja, dat het lekker zo bijt en prikt. Ja. Het jeukt misschien een beetje, maar... Ja, gewoon een beetje zo'n kriebel. Ja. Het ruikt wel lekker deze. Ja, dat klopt. Een beetje naar honing of zo. Ja, vind ik altijd een beetje moeilijk om te zeggen wat voor geur het uiteindelijk is. Het heeft wel een mooi kleurtje. Honing met citrus. Daar ruikt het aan. Ja. Het heeft wel een kenmerkende geur. Het ruikt ook een beetje naar whisky. Kan dat? Ja, nou ja, dat zit er niet in. Maar... Nee, dat snap ik. Maar... Of ze hebben er iets in gedaan, waarvan ik niet weet wat, maar... Nee, ik was in Schotland op een whiskyproeverij en opeens dacht ik, hey, dit doet me daaraan denken. Maar daar had je ook een whisky met honing erin, dus misschien is dat het. Ja, dat zou wel kunnen. Nee, ik drink eigenlijk nooit whisky, dus ik... Ik ook niet hoor. Ik ben ook niet echt een mega whisky liefhebber. Oh ja, ik voel hem wel lekker tintelen. Lekker branden. Mm-hmm. Nou, lekker rood. Ja. Over een paar dagen is mooi. Ja, precies. Even uitkijken met de zon weer, hè? Ja. Zonbrandcrème smeren. Elke dag. Ja.
Ja, dat doe ik sowieso wel altijd. Maar beste anti-aging crème. Ook dat nog. Ja, ik heb die van jullie ook nog. Van Van Eneo mee. Ja. Ja. Die is ook heel fijn. Ja. Voel je hem nog? Hier een beetje. Zo. Hier? Ja. Ja. Ga je nog even een herstelende crème aan brengen? Dat is die Repair Cream. Oh ja, die van de Eneo mee ook. Ja. Nou, die vind ik ook heel fijn. Trekt het? Nou, valt wel mee. Ja. Ja. Het voelt gewoon heel fris. Heel fris. Heel fris. Ja. Vind je deze peeling erger dan die andere? Nee, wel vergelijkbaar. Ja. Ja. Tint het allemaal. Ja. Ik vind het ook altijd wel een lekker gevoel. Je bent klaar. Oké. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Inmiddels zijn we 2 dagen verder, maar ik wil nog eventjes terugkomen op mijn huidbehandeling bij Medi Skincare. Ik had echt het ergste verwacht, want retinol is dus wat heftiger dan glycolzuur. Dus ik had echt verwacht dat ik mega erg zou gaan vervellen. Ik heb hier en daar wat schrale plekjes, vooral op mijn wangen en een klein beetje op mijn voorhoofd. Maar vooralsnog hangen de vellen er niet aan in ieder geval, dus dat is wel heel erg fijn. Een paar kleine mee-etertjes erbij gekregen. Dat is ook normaal, omdat alles dan je huid uit wil. In principe, alles wil dan uit je poriën. Dus meestal wordt je huid eerst heel eventjes ietsje slechter. En dan na een kleine week wordt het opeens weer een stuk beter. Mijn huid glanst wel echt heel erg mooi. Dus ik ben weer helemaal tevreden. En dat was ook meteen het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je vooral ook niet te abonneren om altijd op de hoogte te blijven. En mocht je nou meteen willen zien als er een nieuwe video online staat, dan kun je op het belletje drukken. Dan krijg je een melding op je telefoon zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En je kunt me natuurlijk altijd volgen op Instagram, @liefslotte, waar ik ook altijd meteen online zet als ik een nieuwe video heb geplaatst. En daar plaats ik ook veel stories, fotootjes, etc. Ja, leuk. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!